die Fresse. Bye. Dann. Ich bin remote da hier. Ich bin total remote da. Is het kijk hier? Ja. Hier kan een mooie. De ochtend, oké. Ja, alleen is het ook. Ja. Oké. Dus. Mijn levende lijf. Ik heb een laag op bot gehad, maar dan heb ik het niet. De staanvergers is hem wat hoger. Verder kan je hem ook plat gebruiken. Dan doe je gewoon deze zo. En dus als je bijvoorbeeld met aquarel nat wil werken zonder dat het gaat druipen, dan zet je hem zo niet. En dan is het handig als het verbindingstuk in het midden zit, want anders krijg je een hele zware last aan één kant van de plank. Het brede stuk onder hebt, want dat is de drager van de plank en het smalle stukje boven, dan heb je tevens als voordeel dat je hier geen poot hebt. Want staat je ezel zo, dan sta je bij de stuk tegen en dan het perfect uit die poot te lossen. Dat is heel vervelend. Het is handig als je hem zo op de plank doet, dat hij in één van de hoeken zit. Want dan kan je dan op drie plekken, de beide bovenkanten, hand. Je houdt je hand in beweging, je houdt je krijt op papier. En oefening 3 is ook hetzelfde, maar dan met twee handen. Je werkt met beide handen tegelijk, je tekent met beide handen tegelijk, dus twee krijtjes. Daarbij is het wel van belang dat je ze niet te ver uit elkaar, want dat werkt niet. Dan ga je automatisch, valt een hand stil, je gaat met de ene door, totdat je denkt van, oh, die moest ook. En dan gaat die weer door en dan valt die in en weer stil. Hou ze bij elkaar in de buurt. Maar niet zo, hè? Dit is smokkelen, gewoon onafhankelijk. En dan teken je hetzelfde in spiegelbeeld, zo, zeg nee, maar? Nee. Gewoon, twee verschillende je tekent met twee handen. Vormen. Als je dus bijvoorbeeld op je vel een boom zet, dan werk je met beide handen aan die boom. En daarna met beide handen aan een muurtje en met beide handen aan het vorenveld. Ja. Pak je er zo op? Doorkijk, dan zie je echt zelfs perspectief. Je ziet dat dieptewerking in de rivier en de overkant. Ja, maar een beetje georganiseerd. Wat kijk wat rustiger. Ja. Staan er gewoon ook echt betere tekeningen, juist door gebrek aan controle. Oh. En je kan niet zeggen wat je misschien van tevoren bedacht had, dat wordt helemaal niks. Nou, je kan niet zeggen dat deze serie nou heel veel minder is als de vorige. Helemaal niet. Nee. Leuker misschien. Ja. Vanuit de aarde zo omhoog gestuurd wordt. Maar ik moet bekennen dat ik het niet met beide handen heb gedaan. Oh. Ik zag geen kans. Kijk, stiekem smokkelen. Ik heb eigenlijk ook alleen maar met mijn rechterhand gedaan. Want die linker, wat ik al zei, die volgde gewoon niet op een hand. Ah ja, maar dan heeft hij toch getekend. Jawel, maar hij deed eigenlijk precies hetzelfde. Die lijnen allemaal naar één punt toe. Ja, alleen dat bovenaan niet lukt, dat is niet gestaan. Had misschien gewoon wit mogen blijven. Ja. Oké, we kijken naar de volgende. Even de dynamica.
Hier is niet alleen gebruik gemaakt van die. De hele compositie staat in de diagonaal. Dan krijg je per definitie natuurlijk ook gelijk heel veel asymmetrie. Deze op een hele eenvoudige manier, maar wel heel effectief. De ene kant zit in dit vlak, hè, want dat is een afwijkend vlak, de andere zijn allemaal geasseerd. Een van de verschillen in structuren al. Deze ook leuk met die grote witte stukken erin naast die donkere vlakken. Ja, ja, dat gaat goed. Maar je hebt hier en daar wel even een contourtje gesmokt. Ja. Ik zei het even, ik doe nooit even. Nou, niet in dit beetje van die kunnen, maar helemaal niet. Ik liep zelf alweer te mopperen, maar dat wordt een beetje. Prachtig bij die paar huizen, maar het zijn ook mooie, subtiel weergegeven, alleen even die grote vorm. Perspectief tekenen is de horizon. De horizon is eigenlijk letterlijk je ooghoogte. Even uitgaande van een vlak landschap. Betekent dat iedereen die jij tekent, die even lang is als dat je zelf bent, met zijn ogen op de horizon staat. Schuift die lijn ten opzichte van de objecten die je tekent, of de personen die je tekent. Dan gaan we even kijken hoe dat in perspectief is. Dan lopen we zo naturel mogelijk langs de camera. Hoe loopt hij dan? Geweldig. Oh, deze. Ja. Hier, hè? Dit ook, Manja? Ja. Of bijna altijd, vooral met het afsnijden van de vorige. Je ziet door het plakband heen waar hij het vel ophoudt, dan snij je een heel klein hoekje zo los. Door het bocht steek je je met er zo onder en dan snij je hem zo los. Want dan bewaar je. Omdat je een stabiele ondergrond moet hebben. Niet voor het papier, want de gele sponsen gebruiken wel voor het papier. Maak je eerst de plank nat. Van goed nat. De bolle kant is de bovenkant. Dat is deze punt. Dus dit is de bovenkant van het papier. Je maakt eerst de achterkant van het papier nat. Zie je ook aan de buitenrand? Ja, die randen staan omhoog. Ja. Dus dan heb je dat. Als het dan nat is, knijp je de sponsen uit. Zodat er echt veel water overheen staat. En omdat de tafel niet helemaal waterpas staat, zoek je een steentje op en dan kan het te koeltje. Dan verdeel je het 10, 15, zo blijven staan met water erop. Nee, dat is juist goed. Dat is juist goed. Dan mochten we er weer van af en dan halen we al die bobbels eruit. Dus het papier is eigenlijk iets groter geworden. Spannen we het vast. Gebeuren met zo'n camera dat je iets doet met die dop erop? Nee, dat... Natuurlijk vroeger had je dat wel met die camera's die gewoon een kijkglaasje ernaar... Ja, inderdaad. Zo, die wil een gele spons. Ik. Alsjeblieft. Goed uitgeknipt spons het overtollige vocht eraf. En als laatste, met een goed uitgeknepen spons, heel goed de randen afdeppen. Want als daar een laagje water op staat, dan plak je daardoor je lijnband op een laagje water. En dan houdt het niet.
Stok moet je even goed afdekken. En eens erop, duim eronder. Als je het een paar keer gedaan hebt, dan wordt het net als fietsen en dan leer je het nooit. Twee dingen, nog twee tips die overblijven. Ten eerste, zorg altijd dat je je plank horizontaal laat drogen. Als je hem zo wegzet, dan gaat het resterende vocht naar beneden zakken. Ja. Is op een gegeven moment papier droog, maar deze lijmband nog nat. Komt hij op spanning en scheurt die lijmband. Dus leg hem horizontaal weg. De tweede tip is, zorg dat je naam erop staat, zodat je met het geweldig opgespannen resultaat van jezelf zit en niet met de ellende van de buurman. Oh, dat is dat grijp erin, hoor. Dan doe je je duim eronder. Kan je dat ook in? Ja. Dan hier aan de andere kant niet. En nu heb je ene kant boom, andere kant boom. Ja. Centraal staat op de rij. En dan krijg je dat de compositie gelijk spannend wordt. Ja, klopt. Ik ben toch bezig geweest. Ja. Als je nou eens bedenkt dat je dat juist aan de onderkant nog een strook glad maakt. Wat zou je daarvan? Ik ga daar eens aan denken. He, wat zou je daarvan vinden? Dus dan krijg je toch een soort kleurverschil tussen het figuur en de onderkant. Want jij wil nog een stukje polijst, hè? Ja, ik vond dat het echt uitziet komen. Ja? En dacht, nou, de bovenkant dan helemaal glad. Ja, dan moet je hier je rasp op gaan zetten en dan moet dit vlak zijn. En dit moet vlak zijn. En dit moet vlak zijn. En dat hele teren, hoe jij dat met zoveel aandacht hebt gedaan, dat ben je dan kwijt. En dat vind ik eigenlijk jammer. Als je dat zou doen. Maar het is en blijft jouw beeld. Dus jij moet er gewoon even denken over nadenken. En ook wel avontuurlijk. Omdat
deze manier van werken is natuurlijk wat avontuurlijker als je niet alles beheerst opzet. Dat is zo. Ik vind het wel een mooi landschapje nog. Heerlijk. Daar kan je echt zo lekker in wegdromen. De kleuren zijn geel, blauw en rood. Met die drie kleuren kun je alle andere maken. Zo maak je met geel en blauw groen, met blauw en rood paars en met rood en geel oranje. Tussen die kleuren zitten allemaal schakeringen. Tussen het geel en het groen en het blauw, blauw en het paars enzovoort. Zolang je één van deze drie kleuren hebt of een menging van twee van de drie, heb je altijd een zuivere kleur, een heldere kleur. Zodra je ze alle drie met elkaar gaat mengen, dan krijg je onzuivere kleuren. Dan krijg je bruinen, grijzen, olijfgroenen. Als je dat niet wil op een papiertje, want je hebt het nodig bij het mengen. Dan ga ik daar langzaam blauw doorheen mengen. Dan kom je ineens bij een veel te donkere. Dat de blauwe groen uit en je wil kleuren heen mengt, hoe meer die kleuren naar achteren wijken, hoe minder wit, hoe meer ze naar voren komen. In de kleurencirkel. Dat noem je ook wel de complementaire kleur. En dat is rood, dus ik doe nu een tipje rood door mijn groen heen, om het groen te gaan vergrijzen. Ietsjes grijzer worden. Hij is al minder helder. Nog altijd groen. Ook naar achteren laten wijken. Kijk, nu krijgt langzaam maar zeker het rood de overhand. Ja. Dan komen we bij een afgebroken rode. Waardoor dat ook weer een hele dynamische spel gaat spelen met het vocht. En dus dat zijn de manieren waarop je heel dynamisch met die aantal kleuren aanmaken. Dus dan heb je een voorraad blauw, een voorraad geel, een voorraad rood, een voorraad oranje, noem maar. Of bruine enzovoorts. Waardoor je dan vrij direct met vocht, wat helemaal kant-en-klaar is, dit soort dingen naast elkaar. Dan hoef je niet steeds opnieuw te mengen, dan kan je achter elkaar doorwerken. Dan is het handig om je plank wat schuin te zetten, wat ik nu heb. En dan met een brede streek het vlak in te schilderen. Je krijgt nu dus één kleur, één egale kleur. Dan doop je steeds je kwast weer in. Omdat je plank een klein beetje naar beneden staat, zakt de verf ook mee. Over de berg nu ook lichter uit en dat is de kant waar je vandaan moet komen. Dus... verantwoording af te leggen thuis. Ja, wat heb je gedaan? Heb je wel goed gegeten?
borst. Dit wordt het vooraf hier. Salade van couscous. Gewoon net zolang dat het draagt bij mij komt. Is de couscous? De brokjes even een stuk maken. Ja, er zitten wat klontjes in. Dat is niet zo lekker als het in het. We staan er even verzameld. Oké, bedankt hè. Ik ga binnen maar even kijken. Vorige week vond ik minder leuk. Twee weken met elkaar zo optreden. Om die elkaar beter kennen. Ja. Ja, ja. Dus dat vorige week vond ik dat helemaal niet was leuk. Spieken. Ja, ik weet niet, als gewoon heel persoonlijk. Vriendelijkheid is een. Dat is eigenlijk wat er vorige week niet was. Ik denk dat. Ik hoor dat apparaat ergens steeds, maar ik wist niet waar het vandaan kwam. Ja, dat moet ik wel eigenlijk nog doen, maar ik doe het misschien morgen of niet. Hey Kees. Hey. Mag ik even kijken? Ondanks, hè? Even kijken. Ja, natuurlijk. Een beetje donker. Nee, nee, prima. Ik heb het dan. Pas. Pak eventjes. De tracteur. Dat is het juiste beeld uitsneden. Behalve die auto. Ja, die auto moet eigenlijk weg gaan jagen.
Ja, dat is mooi. Video natuurlijk wel heel lastig, maar als je net zag van als je aan het zoomen bent, dan kan je echt. Leuk is dat het dynamisch is, hè? Je ziet de mensen bezig. Ja. Ik volg je. Ik vind het niet eerlijk, want het is gewoon losjes schilderd. Toch wat diepte in zit, ja, want het is losjes.
Eerst deze vlakken afmaken en dan, nou ja, dan kun je nog kijken of er detail in moet. Hè? Ja, zet het ding. Nee, ik zou het gewoon niet doen. Nou, de voorkant. Ja, nee, oké, okay, maar dat... Hier staat waar die grote derde... Hier zo, hè, straks zo'n grote... Ik zie er niks meer van, die mond komt ineens. Hier zo, ja, hier staat het zo. Je zet of niet in een bak lijst, nee, je zet er niet handig om de kleur die je hier stelt en hier voor te zetten. Laat allemaal die zwarte randjes van. Dat is de kleur. Dat kan wel, dan kun je beter gelijk doen. Ja, op het moment dat je de lucht doet, pak je gelijk die zijkant zo mee. Op het moment dat je dit vlak doet, pak je gelijk die zijkant mee. Dan kun je altijd zien wat je ermee doet ook. De rijsttafel is een zelfbediening, maar verder valt het wel mee. Gerrit zal even voordoen hoe het moet. Het zijn een boel verschillende gerechten en je hoeft niet meteen je bord vol te laden met van alles wat. Er is voor iedereen een stukje van het een, een stukje van het ander. Dus kom in een paar ronden langs. Rijst is natuurlijk de basis. Hier is een omelet met garnalen, pittige garnalen erin, pindasaus. Daarnaast is varkenssaté. Dit is een pittige. Voor de kleine meisjes had ik een paar eruit gehouden zonder sambal erbij. Serundeng, geroosterde kokos. En katimoen, komkommer. En op tafel staat nog sambal als je het... En vergeet niet aan het eind kroephoek te nemen en bestek. Nou. Okay. Daar gaat de kok. Ja, we eten vis. Willen ze dit ei, meisjes? Een keer genoeg. Het is niet voor mij hoor, het is voor mijn dochter. Nee, maar ik bedoel in beeld. Ja. Was dat een demonstratie voor je of gaat het zelf ook op? En die film gaan we nee, straks nee, nee, nee. Yes. Maar ze was... Ja, dit is mijn ja, maar ik dacht dat het niet de bedoeling was, dat het alles van alles is. Moi grand père. 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 Het enige wat ik kon bedenken is, ik wil een hand maken. Toen later dacht ik, nee, dat is veel te moeilijk en dat kan helemaal niet voor de eerste keer. Maar ik kon dus niks anders meer verzinnen omdat ik nou helemaal die hand had. Wat doe je? Want er zitten nog geen vingers in en dit. Maar ja, ik dacht, het is wel makkelijk. Eigenlijk is wel oké. Okay. Dat werkt toch ook een beetje op de vreemde. En weer zo. Ja. Dat, dus je bent zowel met de vorm bezig geweest en misschien onbewust. Maar ik vind dat je er uiteindelijk ook wel een soort inhoudelijke lading aan hebt gegeven. Zo van, ja, maar nou moet ik het allemaal met elkaar verbinden. Hoe krijgen we dat nou toch weer voor elkaar? Wel de hele tijd zoiets bij hebben van, ja, hier kan nog wat aan en daar kan nog iets weg. En misschien moet hij toch andersom. Of misschien is het wel plat. Maar ik vind het juist ook wel leuk dat hij dat houdt. Is het charmant eraan? Ja. Veel weghalen, dat kan dat niet. Wat zeg je? Het betekent heel veel voor mij, maar dat gaat u er niet mee vermoeien. Maar de schaal is al aangekeken voor een buik, een bloempot en een fruitschaal. Maar dit is het. Dit is wat het in. Nou, en dan hebben we hele grote dennenbomen er staan. En had ik gepland om daar iets tussen te maken. Ik wilde het strakke van de bungalow erin verwerken. Nou, het leek wel een borduurlapje. Dat was natuurlijk, ho! Gewoon niet beseffend wat ik gezegd had eigenlijk. En die denkt, nou nu moet ik toch eens flink gaan hakken. Hè? Nu ga ik de steen maken. En nou, toen dacht ik van, nou, dan moet hier een mooie bol en een borst ontstaan. En voor mij is dat heel symbolisch, een nieuw begin. En nou, een stukje van mijn leven. Dus heb ik hier vorm gegeven. Heel, en, heel, heel mooi. Heel ik ervaar het wel als een nieuw begin. Ja, prima. Ah, je wilde wel twee elementen, toch? Dat kan ik me nog herinneren. Nee, ik wilde een plant. En ik wilde ook Fulviek, maar een plant heeft takjes en die kunnen afdrogen. Oh ja, zo was het. Ja, dat is een beetje moeilijk combinatie. Ruw gelaten, wel iets van afgehaald dat het ietsje ronder is en dat je hier echt naar binnen ging. Nou, ik vind vooral ook dat... Zo had ik het niet. Ik heb er gedetailleerd beeld over te maken. Maar een schets van die ik vorig jaar al gemaakt had... We staan in feite uit drie
ja, kegelvormen, hè, dat menselijk lichaam uit kegels bestaat op dit punt. Het ging gewoon als een spier en als een brein. Het stond binnen 2 dagen, had je de vorm eigenlijk erin. Het enige waar ik je eigenlijk nog even moet wijzen van... dip. Oh ja, dat is wel gekomen. Ik had er wel een vorm, iets van ovaal in mijn hoofd, maar... Denken en tekenen, dat vind ik vreselijk moeilijk. Ja, dat is... Dit is film. Mooi. Nou, dan kun je de weergoot ook weer nog een beetje meegooien. Nogmaals, alle dank aan de beeldhouwers en aan de ambassadeur die de golf heeft gedeeld. Nou, geen paniek. Je doet het gewoon, hup, achteraf. Steeds de keuze, wat ga ik het nou glad maken? Wat ga ik nou glad maken? De onderkant of de bovenkant? En, ik vind het wel heel leuk. Nee, je hebt een echt heel mooi... kijk, want jij hebt daar natuurlijk nu echt de tijd voor genomen. Ja. Hierheen te gaan. Nee, het is een hele eenvoudige vorm, maar denk daar, voor de anderen, denk daar niet te licht over. Dat is juist zo moeilijk.